Hallo allen en welkom in deze derde Hints en Theorieën video waarin we de derde aflevering van De Mol België gaan bespreken met de top 5 Hints en Theorieën. Als je hier nieuw bent, abonneer dan zeker even hier onderin en laat weten in de reacties wie jouw mol is. Hint nummer 1. In de eerste opdracht hebben Nele en Bert een hele grote sleutelpositie. Ze moeten Emanuelle en Uma helpen, die vervolgens zelf weer de duikers moeten helpen. En Nele zorgt hier ervoor dat het goede standbeeld terecht komt. En daar kan Bert helemaal niks aan doen. Ik denk zelf dat je als mol hier vooral op de positie van Emanuelle en Uma wilt zitten. Hier kun je namelijk het beïnvloeden, de antwoorden beïnvloeden, veel vragen stellen waardoor het bedrag minder wordt. En vooral ook heel veel treuzelen, waardoor je uiteindelijk als mol zijnde de duikers weer snel omhoog kunt laten komen, waardoor er geen geld wordt verdiend. En daarnaast kwam Nele er ook heel goed achter dat Bert bijvoorbeeld de M&M's verkeerd had geteld. Dus wat is de conclusie van deze hint? Nou, in mijn gevoel is Emanuelle of Uma de mol na deze opdracht. Maar Bert zou ook nog een hele goede kunnen zijn, want die heeft natuurlijk ook een beetje overzicht. Die moest meerdere dingen ook helpen. Waardoor je toch als mol ook wel weer dingen verkeerd kunt tellen, zoals Bert ook deed. En dingen verkeerd kunt doorgeven. Wat mij het lastige is dat gewoon Uma en Emanuelle het meest hebben gemold, naar mijn mening, in deze opdracht. En dat Bert alleen die M&M's verkeerd heeft geteld. Wat ook wel een molactie is, maar een minder goede. Hint nummer 2. Deze gaat ook over de eerste opdracht. Niet over de tweede opdracht, maar over de eerste opdracht. En bij deze gaat het over het moment na de opdracht. Hier zegt Emanuelle heel opvallend de vertaling van een Spaanse zin. Terwijl ze uiteindelijk tijdens de opdracht zelf niet op de positie stond om de Spaanse zinnen te gaan vertalen en zo. Dat is ook een hele goede actie van de mol. Waarom zou je als kandidaat zijnde dan niet zeggen dat je heel goed Spaans kan en daardoor ook die Spaanse zinnen heel goed kan vertalen? En dat was ook wel echt een hele erg verdachte actie van Emanuelle tijdens deze opdracht. Daarnaast was Emanuelle bij deze opdracht ook niet zo heel goed aan het duiken en zo. Dat kan natuurlijk ook gespeeld zijn als mol. Dus Emanuelle hou ik zeker nog even goed in de gaten. Hint 3 gaat over de tweede opdracht. In het begin zegt Sven namelijk direct al dat hij alleen wilt. En dat is heel ideaal als mol natuurlijk, want dan ben je lekker achteraan. Dan kun je lekker niks doen, lekker voorbij borden rijden. Of natuurlijk voor de montage zelf juist wel langs alle borden rijden. En vervolgens niet zoveel op hebben gestoken. Uiteindelijk moest hij het natuurlijk ook invoeren bij de vraag aan bij de lanceerplatform. Wat hij uiteindelijk merendeel goed heeft gedaan. Alleen de laatste vragen die waren fout. En dat was natuurlijk wel een beetje vreemd. Als je alle kennis in je op hebt kunnen nemen. Iedereen nog kon controleren. En natuurlijk als je het fout hebt kun je als mol ook heel goed als dekmantel gebruiken. Dat je alleen was en niet alles tegelijkertijd kon onthouden. Hint nummer 4. In opdracht 3 krijgen we een stukje te zien van de kandidaten die heel goed hebben geacteerd in het oog van Frank. Hij zei dat Sven, Uma, Jens, Anke en Philippe niet de mol zouden kunnen zijn. En dan blijven Bert en Emanuelle over die heel goed de mol zouden kunnen zijn in Frank zijn oog. Als we dit nou moeten gaan geloven en nog eens de aflevering bekijken en vooral letten op Bert en Emanuelle, dan zien we meteen een stukje dat Emanuelle bijvoorbeeld niet goed kan duiken. En dan zien we ook meteen dat Bert de M&M's verkeerd heeft geteld. En dat die twee kandidaten eigenlijk ook best opvallend zijn in het spel zelf. Laat vooral weten wat jij hiervan vindt, van de conclusie van Frank. Dan hint nummer 5, de terugblik hint. En deze keer kijken we even naar de hint met de molfoto van voor het seizoen. We zien namelijk langzaam maar zeker natuurlijk het gezicht van de mol vormen. En ik heb een beetje via Instagram gespeurd en via Facebook. En wat mij daarbij opvalt is dat het steeds meer op Philippe gaat lijken. Of op Uma.
En hoezo Uma en Philippe? Nou, als je goed naar dat oog kijkt, dan lijkt mij dat in eerste instantie een vrouwenoog. Maar als ik dan van een afstandje ga kijken met die neus erbij, dan vind ik Philippe er ook heel erg op lijken. Maar dat kan natuurlijk ook persoonlijke mening zijn van mij. Daar moet je dus niet heel veel mee doen. Maar het zou in ieder geval heel goed kunnen. Nou, dan was dit weer even de korte video. Ik weet dat mijn video's de laatste tijd wat slechter zijn. Dat merken jullie waarschijnlijk ook. En dat ligt vooral aan mijn examens die eraan zitten te komen. Het is vooral leren, leren, school, school. En het is ook lastiger, weet je, met Wie is de Mol op zaterdagavond, dan kun je op zondag de video maken. En met De Mol België komt het op zondagavond. En ja, dan moet ik het dus op een maandag een video opnemen. Wat uiteindelijk ook best wel wat lastiger is qua school. Dus vandaar, ik hoop wel dat je iets hebt gehad aan deze video. Mocht je bij de volgende aflevering ook nog een hint en theorie hebben gezien, laat vooral weten via mijn Instagram, @demolpro. Wat ergens erachter staat. Ja, en dan zeg ik abonneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Laters.